Wakamu awate. Wadde. Mensen. This is a full moon, lezen. A full moon in the maag. Okay. Full moon in maag voor deze maand van maart. It is a super full moon. Dus welkom iedereen. This lezen, this full moon lezen is for the vis, crepe and a scorpionetje. Nou, dames en heren, it is a positive full moon, dat moet ik best wel zeggen. En ik hoop dat de volgende maand ik ga meer informatie even gaan geven. Omdat ik realiseer dat heel veel mensen vindt het makkelijk de manier dat ik het doe. Okay? Dames en heren, iedereen op de aarde is gedroven met 12 houses, okay? Whatever the 12 houses is, iedereen. The eerste house is self, the tweede house is your financial stability, the derde house is your environment, waar je woont, social media, that sort of a situatie. Vierde house is altijd your work, your family and your environment, and roots, your family roots, your achtergrond, and that sort of a thing. Fifth house is affair, relaties, for caring, that sort of a situatie, the mensen dat je genoten van. And the sixth house is altijd the energy van your work, your dagelijks routine, zeg maar zo. The seventh house is altijd over relaties, huwelijk, beste vriendin, siblings, and that sort of a thing. The art house of intimacy, it's intimacy tussen u en andere persoon. Dus it can in the liefde, it can the kundalina, dus verschillende manier. Maar the naked house is alles wat te doen met overseas, buitenland. It's about the harder, buiten geweest informatie in that sort of a thing. The teen house is the house van your reputatie, okay? And the elf house is the house van dingen dat je wil oplossen, loslaten. It is a heel grote groep, corporation, institutie, organization. And the 12th house is altijd the house van the karma, okay? The house van vergeven, the house van even balanceer out whatever the issue and the situatie and how dingen en situatie is plaats genomen. Dus dat is zeer, zeer, zeer belangrijk, okay? Now, wat gebeurt, dames en heren, is dat voor jullie, omdat this is for the vis, crepe and scorpionetje, we gaan even kijken en niet vergeten, ik zal het oplichten. Welke house ligt jullie in? Nou, voor de crave mensen, je ligt in de fear house. De crave mensen is altijd connect met de family, okay? The house of the number fear house, okay? House, home, octagon, comfort, koken, inner world, real estate, and that sort of a issue and situatie. Then happen by the 8th house for the scorpionetje, and the 12th house is for the fish mensen, okay? Maar hier beginnen wij met de eerste house. En wat gebeurt in de eerste house? De eerste house is de eerste house van zelf. Whatever the issues, the situatie, the information that come out, it is over the self. Okay? However, that spell for jou, it is over the self. Now, what happened by is the planetary aspect of Saturn. Now, whatever the issue and the situation is that ik zie that you gaat even balance in yourself. You gaat even create balance in yourself. You see the leugens and deceptiveness from situation. However, mensen met situatie dat is gespeeld. Sommige van jullie gaat echt jezelf veranderen. Dus het is een tijd waar je kunnen plastic zuur gaan doen en dat soort of ding. Maar het is meer van karakteristiek. You work on your karakteristiek, however it affects you. It is over your karakteristiek, de uitzicht van hoe je bent. Je karakteristiek, maar ook lichamelijk, maar fysiek. Okay? Dus alles heeft mee te maken met wie je bent. Misschien ga je haar afknippen. Misschien verander je de manier van hoe je gekleed. Maar het heeft mee te maken met je karakteristiek. Als je bent altijd iemand dat
Neem, hou alles voor jezelf. Dan ga je even open op naar de mensen dat je denkt dat je kan vertrouwen. Oké. Okay? De tweede house is de house van je bezetting, je financial bezet. Oké. Okay? En wanneer dat komt op, is over je talent, je finance, je waarde, zeg maar zo. En als je hebt een huis, een auto, dat soort of ding, is een goed tijd om auto te kopen. Ik zie heel veel emotie, luister naar je instinct over deze situatie, hoe je je geld verdient. Ik zie dat sommige van jullie, als je bent creatief, en je bent een creatief mens, het is positief. However, deze issue en deze situatie is met creatief mensen en situatie, however this is. Ik zie heel veel emotie wanneer het komt op to your financial situatie en je bezettings, oké? Dus realiseer wat is hier en wat speelt. Daar zijn heel veel situaties. Ik zie sommige van jullie gaat rituals doen waar manifestation van geld gaat best wel binnenkomen. Dus realiseer wat is hier en wat speelt. Want wanneer het komt op to your emotional stability, dus speech, thoughts, social media, it is the dear house, and that have me to mark with your environment, your weet je waar je woont, the social omgeving dat je daarin zit, and that sort of a thing. It is the dear house. En ik zie dat meestal van jullie gaat je even vinden dat waar je bent, waar je woont, waar je werkt, de mensen, wat je doet in je dagelijkse leven. Dit is best wel wat je bent besloten om te doen, oké? Ik zie de energie van transformatie. Ik zie je find passie in wat je doet en dat is best wel goed. En als je dat niet, je gaat het vinden in deze tijd. Dus jullie Scorpionetje, jullie Scorpionetje gaat even vinden dat waar je werkt, de social media, de sociale omgeving, dat is waar je wil de rest van je leven gaan blijven, oké? Dus voor sommige van jullie, niet voor alle, want het is een algemeen lezing. Now, the house of the feared house have made to mark. This is the house of the crave. Now, this is over family and whatever the issue and the situation is that ik zie dat sommige van jullie issues met family gaat semi-sex daar. Je laat het even gaan. Whatever the issue and the situation met family, je laat het even gaan. Je kijkt vooruit en je snapt dat, ja, ik kan niet leven voor mijn family. Mijn family moet voor zichzelf leven, oké? Maar voor de crave, omdat is de house of the crave, sommige van jullie crave mensen hebben een issue met de Leo. En ik zie dat je gaat deze persoon loslaten vanwege een story dat je gaat even realiseren. Je kan deze persoon niet beschermd. Je kan deze persoon niet beschermd. Dus whatever the issue en de situatie is, je gaat het even laten lopen omdat je realiseert dat je kan deze persoon niet echt vastbonden en helpen. The fifth house is the house of verkering, relatie, mensen dat je genoten van. And deze fifth house, it is the house waar, it is the house of the Leo. Dus sommige van jullie dat hebben verkering met de Leo of zo, je gaat het behind ook. Dus whatever the issue and the situatie is, ik zie dramatic dat je gaat de verkering met de Leo voor sommige van jullie behind ook. Als we kijken de rest van jullie, ik zie dat als je hebt een verkering of vriendschap met een tweeling, je haalt dit en je brengt dit tot een eind. Je haalt dit en je brengt dit tot een eind. Een heel grote verbreek tussen u en een tweeling. Okay? Whatever the issue is en de situatie is, als dit was een vriend, beste vriend, iemand dat je had een verkering met, je gaat het behind ook, oké? Vanwege doordat je realiseert, this issue en de situatie kan niet verder gaan. Then we have the energy from the sets out. There's definitely transformation in work, the dagelijkse routine in je gezondheid.
dieet. Ik zie service, dagelijks ritual, combinatie van operation en ik zie transition in deze house en het is best wel goed. Ik zie transition in deze house en het is best wel goed. Dus whatever the issue and the situatie dat is gespeeld, ik zie transition in deze house en het is best wel goed. Ik zie balance come up in a zeer positive manier. That there is balance in deze house dat gaat even binnenkomen. Als we bekijken relatie, huwelijks en relatie, ik zie genezing. Long-term relatie en huwelijks. Mensen dat is getrouwd voor heel lang en dat soort dingen. Je komt in balance met u en je partner. Ook long-term relatie, there is a balance tussen u en je partner. As there was an ex of your partner that was a boodschatter persoon, that all come balance in. Now, the seven house is the seven house of friendship. Whatever the issue and the situation is a seven house from friendship. It is the commonality of justice and the social awareness from bepaalde the issue and bepaalde the situation. Dus, ik zie genezing en de genezing komt door long-term trauma. So it is long-term trauma wat je hebt met relatie of mensen dat heb je iets gedaan. De long-term trauma en dat soort of ding. Ik zie een oplossing dat gaat hiervan komen. En een genezing gaat opkomen tussen u, oude liefde, mensen dat heb je seksueel misbruik en dat soort of ding. Dat wordt, daar kom je een manier om dat genezen te doen, okay? Dan hebben wij de acht house van intimacy. This is over the Kundalini energy. This is over inheritance, the mystics, okay? New contract. En ik zie liefde. Heel veel van jullie word verliefd in deze tijd. And however it comes up the verliefdheid. Ik zie dat de Scorpio word verliefd op een ram, maar het is geen goede match, okay? Het is geen goede match. Maakt niet uit wat je probeert om te doen met deze persoon. It is so it says deze persoon gebruiken love magic of it can dot there was some issues and some situatie have deze new person or mutter and the leugens and deceptiveness that is here gebeurd en getransformeerd. Dus however it comes up and whatever the spelling is and the spelling is, it is geen goede idee om met de fireman, omdat ik je creëer gewoon meer karma. Misschien moet je karma clearen. Dus ja, yeah. It is bij jou wat moet er gebeuren, okay? How the spell for jullie. Mijn liefde is in the acht house van intimacy and jullie Scorpion, that is your house and your word zeer karakter verliefd op een ram, okay? Dus wees voorzichtig, misschien je moet gewoon karma gaan kleren met deze persoon. Now, the negen house. The negen house is over the Baltalon, okay, adventure, ogen onderwijzen, customer, fate, geloven, that sort of energy, okay. The ninth house is about alles dat heeft mee te maken met buiten, buiten je. Buiten je omgeving. En daar is heel veel geluk. Heel veel geluk. Heel veel geluk. Dus wees voorzichtig hier. Whatever the issue and the situatie. Wees voorzichtig, omdat dit is geluk voor jullie vismensen. Dat is heel veel geluk in de buitenland voor jullie vismensen. De tiende huis, de huis van repetitie, de huis van de repetitie. Heel veel problemen in de huis van repetitie. Maar de obstakel komt voor de kreefmensen. De rest van jullie zijn oké, maar voor de kreefmensen. Whatever the issue and the situatie is in your reputatie, the crave mensen have here what problema. Whatever the issue and the situatie is, the crave mensen have here what problema. The leugens and
Whatever the issue is, your reputation, is on the line, Craig Manson. Vase Physique Talk. Now, this is their positive, the health house on the discom need to fact for. The health house is the house van Frinsa, organisatie, institute, group van mensen. And I see a positive, flow. Dus whatever the issue and the situatie, whatever that is gebeurd met the issue and the situatie, the bull, the Taurus, the steer mensen, come binnen om jullie te helpen. Now, this house is positive, and as it can't met the flow, it definitely, it have made to make with organization, institutes, as it is up your work, government institutes, the second house, however you been connected, met an organization, institutes, all of deze dingen, alles gaat in flow. Dus het is een goed tijd om een huis te gaan kopen, mooi hypotheek te gaan zoeken, een nieuwe auto, lening te gaan aanvragen, omdat het gaat goed, oké? Okay? Het gaat goed. Je bent in een gelukkige flow van energy, oké? Okay? Now, the 12th house. What is the 12th house? The 12th house is forgiven. The 12th house is the Akashic Records. The 12th house is the house of karma. The 12th house is the unseen, the genezen van spirituality. And what happened by here is a sextile of opportunity. Dus voor jullie waar te zijn, als je leert om te vergeven waar te zijn, wat gaat gebeuren is dat this house of leren te vergeven, vergeef de mensen, vergeven wat mensen hebben tegen jou gedaan, dan krijg je geluk. En so it says, je laat los van de pijn. Je genees jezelf. Je bekijkt en realiseert dat, ja, deze persoon, deze mensen, create karma voor zichzelf. Je blijft daaruit. En wat gebeurt hier is dat daar komt een zeer positive alignment of energy, krachtige positive energy that comes up, that you clear whatever the issue is, the situatie is, and the cons for jullie come up. Now, mensen, sommige van jullie, your boss ga je helpen om verder op de ladder te pushen, and sommige van jullie, a steunbok kom binnen om jullie om te helpen, om discipline, in order to bring a huge, you gaat zo flop, and whatever zaak je hebt, worldwide, word it opgepikt. Mensen gaat even weten. Alles wat je ontwikkelen of alles wat je creëert, mensen gaat het om. In de world, die gaat het oppikken, oké? En as is a book, whatever it is. It's a book, however, that is, it is, it's what you create. Snel, this is the month. Do it. This is the 4 weken. Geluk, geluk om je zaken te ontplooien. En je zaken gaat echt ontplooien. En dus is best wel goed, okay? Dus a positive alignment of energies. Heel veel positive energies in the good house, the 12th house. 12th house, 11th house is good. Alleen de 10th house voor de kreven. Dus wees voorzichtig, dat kreven wat je doet. Omdat dat zit niet zo lekker voor jullie kreven mensen. Okay? Dames en heren, ik vind jullie geweldig. Ga even luisteren. Ook samen met de maandelijke lezen. Ga even ook luisteren naar de maandelijke lezen. En de weken, omdat 9... March is the full moon, okay? And 9 March is the full moon, and met the energy from the full moon at 9 March, then ga je even op te komen alles wat je moet van op de hoogte, okay? En daarom geef ik deze dingen. Dames en heren, ik hou van jullie. Namaste, tot volgende keer.